We begonnen met e-mail marketing in 1999. Maar voordat het een klein beetje ging lopen in Nederland, zat het ook 2003, 2004. Toen gingen de eerste bedrijven over slag en die begonnen met e-mail. Ja, op dit moment zijn de meeste bedrijven, die zitten al in fase 2 of fase 3 van hun e-mail, zijn continu meer te personaliseren, proberen alle blokken relevant te maken voor de gebruikers. Maar ja, je krijgt zoveel mail binnen. Op het moment dat de e-mail niet meer relevant is, ja, dan lees je die niet meer. Judith, je hebt net de sessie meegemaakt bij Webpower. Wat is jou bijgebleven? Ja, dat de eerste keer heel spannend is. Wat ik eruit heb gehaald is dat wij op het gebied van content marketing echt nog wel wat die stap naar het persoonlijke kunnen maken. Bij ons is het toch nog vaak nog wat zenderig. 28% heeft conversie, hè, van wat je vanmorgen net zei. Via mobile? Ja, via mobile. Terwijl als je een advertentie neerzet of een direct mailbrief, is het maar 2%. Dus er ligt een hele grote markt. Ja, het is een traditioneel denken. Ik denk vooral op denken, want iedereen gebruikt over dergelijke, maar het zit gewoon tussen die poorten. Het niet loslaten en nieuw accepteren. Judith, wat is nou het belang van content en content marketing voor B2B? Ja, is ontzettend belangrijk. Door de langdurige aankoopcyclus moet je echt gericht op die touchpoints inspelen. Dus wanneer willen ze nou welke content ontvangen en hoe kun je ze bereiken? Dus het was wel echt heel relevant om dat goed te benadrukken in de presentatie. Als bedrijf heel erg sociaal, oprecht, eerlijk blijven. Een lokale restaurant, je ziet dat de lokale klanten komen, die gaat harder rennen. Maar er zijn grote bedrijven die het misschien ook lang goed hebben gehad. Dan is het harde rennen is iets minder geweest. Dus het werd afstandelijker. En als klant dacht ik, vertel ik, behouden we ook wel mee. Samen met Webpower in Barneveld, wat doet Webpower nou aan content marketing? We creëren zelf geen content, maar we adviseren de klanten wel in hoe ze hun content op het kanaal e-mail marketing het beste in kunnen zetten. Dus hoe zij e-mail marketing kunnen gebruiken om als zendkanaal, dus als medium. Ik kom zelf uit B2B en B2C, waarbij je eigenlijk altijd de neiging hebt om veel te veel zelf te vertellen over wat je allemaal kan, wat het bedrijf kan. Maar het gaat om engagement, dus dat betekent echt waar ben jij geïnteresseerd in en waar raakt dat elkaar zodat je relevant kan zijn. En dat moet natuurlijk wel, je ziet gewoon dat de klant gewoon waarde verwacht. Wat heb je net geleerd bij deze sessie bij Webpower? Dat we niet te serieus moeten zijn. En daar ben ik heel stellig mee eens. Kan je een voorbeeld noemen waarin jij niet al te serieus bent? Voorbeeld? Ik had jou al een voorbeeld verteld over een post wat wij op Facebook hadden geplaatst. Waar mijn collega's en compagnons niet helemaal mee eens. Maar we hadden een stel broodjes kroketjes neergelegd en een fles Bacardi. En dan kan je misschien niet serieus genomen worden, maar je krijgt wel heel veel respons waardoor je ook weer je bedrijf in de picture komt. Net een sessie meegemaakt op contentstrategie, mobile trends en online marketing. Wat is nou bijgebleven? Dat je vooral moet zorgen dat je contact hebt met de mensen in de buitenwereld ook en dat je authentiek bent. En dat je echt geïnteresseerd bent in de mensen, ook vooral je eigen klanten het werk voor jou moet laten doen.